Ja, voorzitter, het is eigenlijk een beetje een vraag uit verwondering. Omdat, kijk, mevrouw Agema, ik zijn het over veel dingen oneens. Maar ze neemt het virus hartstikke serieus en komt met heel veel terechte opmerkingen over wat we nu moeten doen, wat ons te doen staat en over de zorgen die ze ook heeft over deze variant en wat het kan doen met mensen en met de zorg. Alleen, wat mij opvalt, is sinds de verkiezingen doe ik die coronadebatten en kwam ik elke keer Geert Wilders tegen. Maar sinds november is dat niet meer zo en staat mevrouw Agema er elke keer. Ik vraag me af, heeft dat er iets mee te maken dat de heer Wilders afgelopen zomer tot 3 maal toe deze Kamer voorstelde om alle coronamaatregelen op te heffen? En bijna schreeuwde tegen deze ministers, de coronacrisis is voorbij, hef alle maatregelen op. Ik garandeer u dat het niet meer terugkomt. Dank u wel. Mevrouw Agema. Nee, en Geert Wilders had natuurlijk ook gelijk voor wat betreft de maatregelen. Maar ja, als u hier de opmerking maakte, waar is de heer Wilders, dan had ik beter kunnen vragen, waar is mevrouw Kaag? Want terwijl de heer Wilders hier al die debatten nog deed als fractievoorzitter, was zij nergens te vinden en de heer Jette ook niet. En nou ja, van de grotere partijen helemaal niet één fractievoorzitter. En dat is eigenlijk nog wel verwonderlijker eigenlijk, dat ze het zo snel opgegeven hebben, al die fractievoorzitters. Als het gaat om de maatregelen en de zomers, ik vind het verkeerd dat wij 2 zomers lang te maken hebben gehad met vrijheidsbeperkende maatregelen, terwijl de infectiedruk in de zomer ontzettend laag is. De seizoensinvloeden als het gaat om corona zijn heel groot. En ik vind dus dat je in de zomer, in de hele zomer lang, alle maatregelen op moet heffen. En in ieder geval de afgelopen 2 zomers hadden we vrije burgers moeten zijn en dat waren we niet. Dank u wel. De heer Paternotte. In september nog zei de heer Wilders dat we alle maatregelen moesten opheffen. En precies daarna begon de aanloop naar de golf waar we nu in zitten. En ja, de heer Wilders die heeft eigenlijk al die tijd die coronadebatten gedaan. Inderdaad met allemaal Kamerleden die gewoon fractiespecialist zijn, zoals u. Maar hij is verdwenen begin november. Ja, ik vraag me toch af hoe u nu terugkijkt op het feit dat tot aan september keer op keer de PVV zei de coronacrisis is voorbij, er zijn geen maatregelen meer nodig. Ja, let een beetje op die ventilatie. En dat u nu met allerlei vragen en voorstellen en standpunten komt die hartstikke goed zijn, maar die laten zien dat u inmiddels het virus toch serieus neemt. Mevrouw Agema. Nou, dat is onterecht, want de voorstellen die ik u doe zijn exact hetzelfde als de heer Wilders altijd heeft gedaan. En u probeert gewoon 2 keer dezelfde vraag te stellen. En het antwoord is natuurlijk precies hetzelfde. De heer Wilders heeft als enige fractievoorzitter dit heel erg lang gedaan. En waar was Kaag of Jette? En waar was mevrouw Hermans? Waar is mevrouw Ploemen? En waar is meneer Heerma? Waar zijn zij? Zij waren er steeds niet. Dus wij zeggen altijd, allebei precies hetzelfde, de heer Wilders en ik. Ook in alle andere debatten die we over corona hebben gevoerd. En nogmaals, in september was de situatie dus heel anders en onterecht. Is de hele zomer zijn ons vrijheidsbeperkende maatregelen opgelegd geweest, terwijl dat niet had gehoeven. En wat gebeurde nou in september? Toen werd uw coronatoegangsbewijs ingevoerd. En iedereen met een coronatoegangsbewijs voelde zich veilig in de horeca, maar ze waren het niet. Bijvoorbeeld die oudere mensen in Sappemeer die een klaverjasdag hadden, allemaal 2 maal gevaccineerd. Daarvan waren een heleboel besmettingen en 1 dode uiteindelijk. De oud-Kamerleden die gingen op een uitje. Ze dachten veilig te zijn met 2 vaccinaties en een coronatoegangsbewijs. En ze waren ook niet veilig. En in Italië was er 2 weken geleden een feest onder IC-personeel en artsen. En ook zij bleken niet veilig te zijn met 3 prikken en allemaal een test. Zijn 70 van de 172 mensen besmet geraakt. Dus eerder het coronatoegangsbewijs heeft de mensen schijnveiligheid geboden en heeft voor een enorme oploop gezorgd in het aantal besmettingen. En toen is er veel te laat gereageerd. En toen hebben wij de boosters voorgesteld. En die werden ontraden. En u heeft tegengestemd. Dus Dank nu wel. Weer, meneer